wat vind je ervan dat je 5 miljoen keer bekeken bent? Nou, ik ben niet 5 miljoen keer bekeken, maar de bus. Waar ik toevallig een klein onderdeeltje van ben. Ja, je bent 5 miljoen keer bekeken. En de vraag was eigenlijk of we een video konden maken waarin jij vertelt hoe het is om te wonen in de bus. En misschien is het leuk om eerst even te vertellen waar we zijn nu. We zijn nu in Winkel. We staan op een bedrijventerrein waar heel veel plaats is. En waar we dus helaas niet van het weer kunnen genieten, maar wel lekker kunnen staan. En waarom zijn we hier? Omdat mijn man andere busmensen wilde ontmoeten. Ja, het is een bustreffen hier. Een bustreffen. Even laten zien. Hier staat de bus. Hoe is het om in de bus te wonen? Nou, het is altijd een soort van thuiskomen. Wij hebben het er even samen over gehad, van ja, wat mensen dan willen zien van de bus. Ja, ik kan een luxe afwasmachine laten zien en een stofzuiger, maar het is eigenlijk meer het gevoel wat je hebt als je in die bus stapt. Want het is zo anders dan thuis. Je gaat zitten, je hebt alles bij de hand en... Nou, als je weggaat, ga je weg. Heb je ook alles bij je. Dus het is meer dan alleen het dingen hebben. Het is ook het gevoel wat je daar... Ik weet niet of dat... Gevoel. Het prettige gevoel, ja. Het is meer een huis. En vertel eens, als we gaan rijden, waar zit je dan meestal? Nou, ik zit of meestal hier vooraan. Dan kan ik het beste zien. Dus direct naast Ron. Of... Nou ja, hier. Of als we heel mooi uitzicht hebben boven. Want dan heb je alles te zien. Als er veel brugjes zijn, dan zit ik het liefst beneden. Anders denk ik dat de hele tijd mijn hoofd stoot. Maar het uitzicht is wel het mooiste boven. En de jongens zitten vaak boven. En de jongens zitten vaak boven te rommelen. Maar die... Altijd. Ja. Kan hier het licht even aan doen? Ja. Want hier is onze... Eetplek en zitplek. Wat vind je daarvan? Nou, die is lekker. En het leukste van dit gedeelte van de bus is 's ochtends het samen ontbijten. Want dat doen we niet altijd. Ron is een langslaper en dan is hij een... Ik word vroeg wakker van alle geluiden opstaande. Maar het leuke is dat je hierdoor naar buiten kunt kijken. Terwijl de mensen van buiten niet naar binnen kunnen kijken. Dus dit is gewoon een... Ja, een levende televisie. Zie je de rest van de bussen wakker worden. Dit is wel een lekker plekje om hier s'avonds om te zitten. Ja. Dit is, dat bankje wordt eigenlijk meer gebruikt als er meerdere mensen hier zijn. Of als de kinderen... Ik zal even laten zien hoe ze dan zitten. Als de jongste er niet bij wil horen, maar er toch bij moet zitten, dan gaat dat zo. En dan zitten we hier met z'n allen. Kun je de keuken laten zien? Ja. Nog even wat in het gebruik. Van wat misschien leuk om even te kijken wat in de kastjes zit. Nou ja, we hebben nu wat voorraad waar we altijd op moeten letten. In ieder geval bij het wegrijden, zodat dit allemaal dicht is. En dat het een beetje redelijk staat. Ja. Gewoon een beetje voorraad. Niet te veel brood. We hebben een truc om niet alles te laten verschuiven. Ja, daar hebben we van die matjes voor. Dat kan je hier goed zien, want dit is eigenlijk toch het zwaarste. Dit zijn van die anti-slip. Hier ligt een andere kleur. Anti-slip matje, een beetje kunststof. En hoe werkt de apparatuur in het algemeen? Is dat wel prettig? Ja, soms moet ik een beetje opletten dat ik niet alles tegelijkertijd aandoe. Maar dat merk ik dan vanzelf, want er valt de stroom uit. Maar in principe doet alles het. Hier zijn we altijd zuinig mee, omdat de watertank dan snel vol loopt. Dus we zijn over het algemeen zuinig met het water.
Nou, dit is gewoon de ijskast. Nou, ik zou niet weten wat we nu in de diepvries hebben, want we zijn al een jaar niet weg geweest. Nou, dit is het glasje van het linnengoed. Maar het werkt allemaal prima. Ja, het werkt allemaal prima. Oh, het water komt. We hebben al theewater. Nou, we hebben hier een afzuigkap. Ja, die zie je niet op het plaatje. Maar dit is het kruidenkastje. Niks valt eruit. En de airco die staat nu even te verwarmen. Het is een beetje koud buiten, 13 graden. En nou, hij maakt het lekker 21 graden binnen. Dat is toch wel prettig. Ja, gaan we meteen door? Of, ja? Ja, of wil je hier nog wat laten zien? Nou, nee, ik dacht ik even de thee af te maken. Oh, de thee. Ja, die wacht wel. Oké. Okay. Nou, dit is de slaapkamer. Hier zit ook een airco. En een lichtknop. Ja. Ik weet niet welke het precies is. Ja, dit staat waar. Onze slaapkamer, daar hebben we heel handig de lichtjes. En we hebben altijd een mooi uitzicht. Ja, dit is wel de beste plek. Hoe het uitzicht. Ligt eraan waar je staat. Nou ja, vandaag misschien wat minder dan andere keren. En die kastjes hier, misschien is het leuk om die nog even te laten zien. Worden niet echt veel gebruikt. Nee, nee, wij niet zo heel veel. Maar ja, we zijn wel... Er zit een lampje in. Nou, je ziet al dat ik hier niet zo vaak kom. En hier zit het lampje. Daar zit het lampje en hier zit het lampje. Kijk. We hebben zo weinig spullen mee in normaal gesproken. Ja, niet zo heel ver weer. En dit is een korte vakantie. Dus, deze kast. Deze hebben we ook een vrij grote kast. Hier zijn drie planken. Hier zal dan ook een lichtje zitten. Kijk. Nou, dit is wel leuk om even te laten zien. Bedrijfskleding ook. We hebben bedrijfskleding. En als we naar Oostenrijk gaan, daar hebben we ook de bedrijfskleding van. Ja. De Oostenrijkse bedrijfskleding. De badkamer. Nou, dat zal wel duidelijk zijn hoe die in gebruik is. Maar is het toch niet anders dan thuis, bijvoorbeeld toilet? Nee, ja, nou ja, meer dat je rekening houdt met water, dat wel. En thuis heb ik een spiegel, die wordt hier gemist. En ben je wel eens onder de douche geweest? Eén keer. Nou, hoe was dat? Keer. Nou, even wachten tot het warm ligt. Dan gaat het goed. Het water. Maar dat gaat vrij snel. Ja. Nou, dit is de kamer van de jongens. De een onder, de ander boven. Hier, nou ja, hier is dus gewoon een speelparadijs. En waarom is dit leeg hier? Ja, dit is de logeerplek. Er gaat hier gewoon een matras erin. Ja. En jongens hebben hier natuurlijk ook fantastisch uitzicht. Ik zal nu even het rolgordijn omhoog doen. Het hier. Oh, dan moeten we weer even zoeken. Kijk, gelukkig weet Ron overal. Je bent niet zo goed in de knopjes, hè? Nee, zie je maar dat je dat gewoon niet veel gebruikt. Eigenlijk maakt het de bus nog luxer dan dat hij al is. Ja, want een beetje gek dat het niet dicht is, want je kan toch niet meer binnen kijken. Hè? Nee, maar naar buiten is natuurlijk helemaal mooi. Ja. Oh, kijk, nou, bezoekers. Een van de vragen was of wij een wasmachine hebben. Nee, die hebben we niet. Maar dat maakte de bus juist zo leuk, want je hebt geen werk. Maar je mist hem niet. Nee, ik heb er geen last van. Nee. Oké. Okay. Zullen we het hier wel laten? Ja, ik vind het prima. Of wil je nog wat toevoegen? Nee, maar ik vind het gewoon heel praktisch ingericht dat de jongens hun eigen gedeelte hebben en wij ons andere gedeelte. En dat ze toch heel erg bij ons in de buurt zijn. Het is echt een familieding. Dat hebben we thuis niet. Dus dat geeft ook wel een andere... Ja. Meer familiegevoel. En dat je niks hoeft. En dat je niks hebt. Dus je bent ook wel gedwongen met elkaar te praten. Dus het heeft wel iets... En je hebt natuurlijk echt drie kamers. Die redelijk van elkaar gescheiden zijn.
ook geluidstechnisch. Ja, nou ja, moet het natuurlijk wel. Ja, maar ja, je kunt elkaar niet hoeven verstaan praten. Nee, dat is waar. Oké, dankjewel. Oké. Nou, thee? Ja.